Welkom allemaal bij de cursus over PowerPoint, les 4: Foto's en afbeeldingen. Een afbeelding vanaf uw computer toevoegen. Zoals in les 1 ook al laten zien, ga je voor het invoegen van een afbeelding naar tabblad invoegen. Vervolgens klik je op Afbeeldingen. Daarna heb je een keuze uit drie mogelijkheden. Dit apparaat, voorraadafbeeldingen en online afbeeldingen. Ik ga ze nu één voor één doorlopen. Om een afbeelding in te voegen vanaf dit apparaat die al een foto te hebben opgeslagen op je apparaat. Nou, in dit geval heb ik dat al gedaan. Dus dan klik ik ook op invoegen. En zoals jullie nu zien verschijnt dan mijn afbeelding. Daarnaast hebben we dus de mogelijkheid om te kiezen voor voorraad afbeeldingen. En dit zijn dus afbeeldingen in voorraad, zoals de naam het ook zegt. En hier kan je dus ook gebruik van maken. En als laatste hebben we online afbeeldingen, waarbij we direct online kunnen zoeken. Hier heb je al ja, woorden die voor jou zijn neergezet om het jezelf makkelijk te maken. Maar als we bijvoorbeeld dan op onderwijs klikken. Om het maar te zoeken. Wel moet ik hierbij zeggen dat je moet letten op de auteursrechten en dat je niet zomaar een afbeelding kan gebruiken. Dus controleer goed of er auteursrechten zijn. Een artistiek effect toepassen op een afbeelding. Nou, om dat even te laten zien, maak ik gebruik van die afbeelding die ik zojuist al had. Dat is deze. En ik ga jullie nu uitleggen wat je allemaal kan doen met deze afbeelding. Nou In eerste instantie wat ja, heel vervelend kan zijn, is dat het niet je hele scherm vult. Kijk maar. En om dat dus te voorkomen, gaan we het volgende doen. Je klikt er dubbel op. Vervolgens ga je hier naar bijsnijden. En dan ga je naar hoogte breedte verhouding. En dan heb jij deze nodig. 16,9. Dat is je verhouding. En vervolgens zie je dus ja, dat je afbeelding wordt afgesneden. Daar is helaas niks aan te doen. Maar dan gaan we dus het gebied opgeven wat we graag in beeld willen hebben. Is dat juist dit of juist dit? Nou, ik vind dit prima. En dan laten we het los en dan zeggen we oké. Okay. En vervolgens verplaatsen we deze helemaal linksboven. En dan kunnen we deze zo naar rechts onder trekken. En nu hebben we dus een volledig gevuld scherm. Maar om te laten zien wat je allemaal ermee kan doen, hou ik hem even zo. Als we hier naar boven gaan kijken, zien we verschillende dingen. Hier hebben we bijvoorbeeld afbeeldingstijlen. En dat houdt in dat we verschillende stijlen kunnen toepassen. Zoals hier: je kan er een draaiing aan geven. Je kan hem plat maken. Of hem simpelweg zo laten. En nogmaals, let op dit oranje bolletje. Je ziet dat je daarmee het geel kan verfijnen en ja, precies maken zoals jij wilt. En daarnaast, als we dan hier naartoe gaan kijken bij aanpassen, kunnen we met de kleuren spelen. Zo kunnen we onder andere ja, kleuren veranderen of we kunnen er een hele vette effect aan toevoegen. Je ziet dat het nu donkerder is, om het nog groter te maken. Maar je kan ook de doorzichtigheid aanpassen om hem bijvoorbeeld op je achtergrond te houden. Je kan de afbeelding wijzigen voor een andere afbeelding of zoals net ook laten zien voor voorraad of online bronnen. Maar je kan hem ook voor pictogrammen wijzigen en daar komen we straks op terug. Maar naast het feit dat je hem doorzichtig kan maken, kan je er nog vettere effecten aan toevoegen. En die tref je hier bij vormeffecten. En dan, als je goed kijkt, kan je schaduwen zien optreden, hier onderaan. En dat regel je dus via Hero. Of je voegt er een ja, 3D-draaiing aan toe. Ook kunnen we correcties eraan toevoegen om toch, ja, net het gewenste resultaat te behalen. Hier hebben we bijvoorbeeld net wat extra helderheid. Maar dit is dus iets waar je naar moet kijken. We kunnen ook de afbeelding comprimeren om ervoor te zorgen dat het ja, minder ruimte in beslag neemt als bestand. Want zojuist hebben we hem dus moeten knippen om volledig scherm te krijgen. Dan is het wel zo handig om hem te gaan comprimeren, zodat je ja, minder ruimte kwijt bent. SmartArt aan een dia toevoegen. We gaan nu kijken hoe we tekst kunnen converteren naar SmartArt. En dat is heel vet. We gaan weer even een tekstvak invoegen. Bijvoorbeeld stappenplan. En dan klikken we dus op stappenplan. En dan gaan we hier naartoe bij Alinea. En dan vinken we dus dit aan. En hier staat het ook als je erboven gaat staan. Converteren naar SmartArt-graphic. Daar klikken we op. En vervolgens kunnen we dus iets uitkiezen. Bijvoorbeeld deze. En vervolgens opent het volgende ja SmartArt-ontwerptabblad. Waarna we dus vormen kunnen toevoegen. We kunnen vormen erna invoegen. En je kan het dan uiteindelijk ook groter maken door hiermee te gaan spelen. Maar wat nog vetter is, is dat we afbeeldingen kunnen toevoegen. En dat zal ik laten zien aan de hand van een ander voorbeeld. Dan gaan we naar Smart Art. En dan kies je hier voor afbeelding. In plaats van al oh, deze kies je hier voor afbeelding. En als we dan bijvoorbeeld deze uitkiezen. En als we dan hierop klikken, simpelweg hier op het afbeeldingslogo klikken, dan kunnen we uit een bestand zoeken en dan kiezen we bijvoorbeeld weer voor die afbeelding. Dan zie je dus dat die afbeelding gewoon daar komt. Hoe vet is dat? Je kan bijvoorbeeld verschillende stappen toelichten van een proces. Een achtergrondafbeelding op je dia zetten. PowerPoint heeft geen galerie met kant-en-klare watermerken zoals Word, maar u kunt wel handmatig een afbeelding zoals een bedrijfslogo toevoegen aan een bepaalde dia of alle dia's. En ik ga jullie weer laten zien hoe dat moet. We gaan weer naar beeld, vervolgens naar diamodel. En zoals we in les 2 ook al hebben gezien hoe we te werk moeten gaan met diamodellen, gaan we dat nogmaals herhalen. Maar nu gaan we dus een afbeelding invoegen. En dat doen we dan op de volgende manier. We selecteren een vorm. En die geven dan bijvoorbeeld een bepaalde grootte. Deze grootte. En dan wat we daarna gaan doen is dat we rechtermuisknop klikken. Naar vorm opmaken. Opvulling openklappen. En dan klikken we hier op opvulling met afbeelding of bitmap patroon. Na hier op te hebben geklikt, ga je hier naar invoegen onder bronafbeelding. En dan kiezen we dus onze bedrijfslogo. Maar ja, nu hebben we dus een kader eromheen gekregen en dat willen we niet. Dus je klikt op de logo en vervolgens selecteer je hier bij vormcontour. Of hetzelfde doe je hier ook bij lijn. Dus je hebt eigenlijk twee werkplekken. Hier heb je dan verschillende keuzes die je kan maken. Dus hier kan je niet echt um, ja, hem weghalen. Hier kan dat wel. Hier kan je dus kiezen voor geen contour. Dus je hebt twee plekken. Daar moet je gewoon naar kijken. En ja, dan kunnen we natuurlijk weer effecten eraan toevoegen. Wat we willen doen, dat kan allemaal. Maar dus zo voeg je een logo toe. En nu zie je ook dat hij hem overal heeft gepakt. En dan sluiten we natuurlijk modelweergave. En dan zal die altijd in de dias verschijnen bij het toevoegen. Diagrammen en grafieken gebruiken in uw presentatie. U kunt een eenvoudige nieuwe grafiek maken in PowerPoint door te klikken op invoegen. En vervolgens te gaan naar grafiek. Dus hier zien we de verschillende mogelijkheden. En om het maar even te laten zien. Stel dat ik deze neem en dan klik ik gewoon op OK en dan komt die natuurlijk in mijn beeld. Maar waar het om gaat, is dat je hier de mogelijkheid hebt om dus ja, de informatie in te vullen die zichtbaar gemaakt moet worden. Je kan hier bijvoorbeeld de waarden veranderen. Dus op deze manier moet je dat doen. Je kan daarnaast ook tekst veranderen. Hallo, goed dat jullie kijken. Dus om die verandering te doen, dubbelklik je hierop en dan zeg je gegevens bewerken. Let op: je kan gegevens bewerken in PowerPoint of gegevens bewerken in Excel zelf. En dan opent er een nieuw Excel-document. En dan hebben we natuurlijk weer die koppeling, maar die is al geregeld. Dus dat is dan op deze manier uh, gefixt. Om dat ook even bij deze te doen. Dus zo zien jullie dat ik de waarheid spreek. Een pictogram invoegen. Om een pictogram in te voegen ga je naar het tabblad invoegen en selecteer je pictogrammen. En dit is heel vet want ja, hier heb je gewoon eigenlijk gratis pictogrammen die je kan gebruiken tijdens je presentatie. Je kan uit stickers kiezen. Komt er zo uit te zien. Voor bijvoorbeeld een kinderpresentatie kun je dat gebruiken. Uitgeknipte personen heb je ook en de voorraad afbeeldingen. Er is een nieuwe update geweest waarbij ze dus alles onder een kap hebben gedaan. Want in de eerdere versies was alleen pictogrammen zichtbaar wanneer je hierop klikte. Maar als voorbeeld kunnen we dan bijvoorbeeld deze nemen, deze nemen. Dus om meerdere te selecteren gebruik je Shift. En dan klik je op invoegen. En dan ja, komen ze zo? Wil je dat? Dat wil je niet. Dus wat gaan we doen? Wat we hebben geleerd. Met shift selecteer ik ze allemaal. Vervolgens ga ik naar uitlijnen. En dan klik ik op midden uitlijnen. Nu zijn ze perfect in het midden uitgelijnd. Dat zie je overigens ook aan deze lijnen. Zie je dat? Hiermee kun je ze ook midden uitlijnen. Dus dat. Maar ja, stel deze is hier en deze is hier op dezelfde hoogte allemaal dan. Dus dan doen we midden uitlijnen. Maar ik wil ze ook op een gelijke afstand van elkaar af hebben. Dan doe ik horizontaal verdelen. En op deze manier is dat geregeld. Daarnaast kan je ook de graphic opvulling veranderen. Je kan hem bijvoorbeeld geel of zo rood maken. Of je maakt hem. Ja, alleen met een contourlijn. Het is hier allemaal mogelijk. Je kan ook uh, groeperingen maken. Hebben ze hem hier neergezet? Je kan het draaien. Dus dit is hoe je met pictogrammen te werk moet gaan. Ook kan je effecten toevoegen, graphic effecten, om het nog chicer te maken. Je kan er zelfs een draaiing aan toevoegen. Verzin van alles en nog wat. Dit is het einde van les 4. Bedankt voor uw aandacht.